Een klein gezelschap van pers en andere belangstellenden en genodigden verzamelde zich bij het pontje dat tussen de Eilandseweg in Neder-Oostenberg en Nigtevecht heen en weer vaart. Er was taart, koffie en thee, geserveerd door dorpscoördinator Bas Immerzeel. En veel regen. Maar we waren vooral daar naartoe gekomen voor de onthulling van Blad Stil. En sinds jaar en dag is hier een veerverbinding tussen Neder-Oostenberg en Nigtevecht. En de tijd lijkt hier soms stil te staan. Vroege vogels zingen hier hun lied in het licht van het ochtendgloren. Het nachtelijk geluid van de krekels aan de oevers van de Vecht zoemt door de lucht. Opeens is er een bliksemflits die over de uitgestrekte polder schijnt. Dus ik zou willen zeggen, de gemeente gaat niet, ik zou maar zeggen, in verbinding met de gemeente aan de andere kant van dit water. Hè. Dat is niet de gereden partner waarmee we praten, maar jij zorgt er toch voor dat je over grenzen heen denkt. En dat je eigenlijk, ik hoop ook, een duurzaam beeld geeft, hè, dat dit ook bewaard mag blijven, dat mensen er trots op zijn. En als ze hier aan voorbij gaan, dat ze er ook bij stil zullen staan, zowel in je beeldtaal als in je gedichtenbundel. Dat mensen beseffen hoe belangrijk het is dat kunst dit woord spreekt om voor die verbinding te zorgen. Mark Hilberts woont in Neder-Oostenberg en werkt in Amsterdam Zuidoost. Hij is schrijver en docent en schreef onder andere boeken over de Elfstedentocht. Op werkdagen fietst hij naar het pontje aan de Eilandseweg, waar hij oversteekt naar Nigtevecht en fietst dan verder naar zijn werk. De ontwrichtende impact van de coronapandemie voor onze maatschappij en op ons dagelijks leven en het begin van de oorlog in Oekraïne zetten hem aan het denken. Het is maar een kort tripje naar de overkant, afhankelijk van de windsterkte iets meer dan een minuut, maar lang genoeg om te ontdekken dat steeds hetzelfde er toch elke keer weer anders uitziet. Mark besloot om elke dag een foto te maken, vanaf dezelfde plek, elke keer 's ochtends iets na 7 uur, een heel jaar lang. Van september 2021 tot en met augustus 2022. Dat resulteerde in een boekje getiteld Blad Stil, omstreeks 7 uur in 12 maanden. En nu dus in dit kunstwerk, waarin 12 van die foto's dat jaar als het ware samenvatten.